klaar. Wat? Let's go. Oh, ik ga jou mee. Zo, zo, kun je drukken joh. Ja, weer lekker hè? Ja, dan vind ik lekker. Goeie Jos Brinkje niet. Yo mensen, ik ben nu in Schiphol aangekomen en we gaan naar Amerika vliegen. Dus let's go. Fucking speenvark op de achtergrond jongen. Wat? Ja, we moeten nu door de security heen gaan, dus ja, waarschijnlijk gaat mijn hele lichaam weer piepen. Boys, na 3 jaar vertraging zijn we eindelijk aan het doen. Let's go. Nu naar wat, hè? Ik kan er meteen uit, hoor. Now it's 20 years later, someone far across the ocean. Here I am, chillin' with the homies on some grown shit. Thank God that I made it this far. If it wasn't for my driver, then I would've crashed the car. Yo mensen, we gaan nu naar Universal Orlando. Yo boys, het park is werkelijk zo groot. Het bestaat uit 3 parken. Zodat er zelfs een King's Cross, dus het is zelfs gewoon een trein die naar het andere park heen gaat. Hey mensen, we gaan nu in deze beastgast. Holy day al. Hier in Orlando, Amerika. Ziek je tijdens de rit te horen. Dat was echt ziek, maar holy shit gast. Megatron. We're good. Your planet belongs to me. Take cover. Nou, die shit gast, dat is wel echt een ziek man. Het is gewoon een pak waar iemand in zit, hè? Zwaait. Hij zit er. Hij zit er. Ja, hallo. Ja. Boys, we gaan nu Jurassic Park inlopen en dat is fucking ziek gast. Friendly towards his meals. Yes. And that means he likes to eat them. So just it's very scary. Just you know they're contained. Everything's gonna be fine. Everything's fine. Right? Everything will be great. If not, there's a lot of great openings here for jobs. All right. Yeah. Yeah. Niet met camera, maar we gaan gewoon in deze ride met een camera. Ja. En boys, daar gaan we in, maar worden we waarschijnlijk zeikernat. Oh, yeah. Ik zat dus in die ride en ineens riep ze dus mijn naam dat ik moest stoppen met filmen. Ik was het enige kindje daar die aan het filmen was. Boys, we hebben voor ons 3 werkelijk vulcano nachos gehaald met bijna 4000 calorieën. Nou boys, dit is voor een vulcano nacho. Weinig cheese. Holy shit ouwe. Oh, let's go. Dit doet me denken aan iets. Yo boys, ik ben heel nat van die achtbaan, maar als je hier weer verder loopt, word je toch alweer droog door deze hitte. Hier fucking 37 graden, ja, we gaan nu de Hulk achtbaan in. Hey boys, we gaan nu een ondergrondse metro in het park en ja, het is een trein die naar het andere park gaat. Ik had gisteren echt fucking erg last van mijn jetlag en holy shit, dat was echt niet gezond. Ja, Vrek die Jostie. Boys, this is time for lunch wonder. You hear that? We must be getting close. Hold on. Yo boys, ik ben dus net in zo'n attractie geweest, op zo'n motorattractie. Die is maar een halve dag open, steeds per dag. En er staan echt zelfs al van 5 uur 's ochtends zijn er echt al honderden mensen in de wachtrij daarvoor. En ik zweer het je, ik ben ook onderdoor gekropen. Fastline ticket, sololine ticket. Ik ben gewoon verboden dingen ingegaan. Gewoon puur omdat snel aan de beurt, anders moest ik 3 uur wachten. Maar ik heb het gewoon quick gedaan, dus... Die was echt ziek. Je zit je motor en dan ga je fucking hard over. Dat was echt fucking ziek. Oké boys, we waren dus net in de Harry Potter achtbaan geweest. En het enige wat ze zeiden was gewoon Guardian Libiosa of zo. Maar het was echt een zieke achtbaan. Dus kom, we gaan nu naar de rollercoaster. Gewoon niet normaal eten zoals even stamppot of zo. Het is hier alleen maar hamburgers of vette shit en troep, jongen. Ik voel me na deze vakantie echt een dik vet varken. Ja, echt niet normaal, jongen. Boys, ik heb een Universal Studios Florida pet, hoe je het ook wil noemen. Ik heb deze pet gehaald en ik vond hem sowieso ziek. En ik ga hem sowieso gebruiken in streams. Kan ik zeggen dat ik deze heb gekocht in Orlando, Florida. En het is koude ziek, maat. Deze pet is echt een saver. Het is fucking heet hier. Ja, ik kan geen fuck zeggen, want echt, normaal zeg je dan gewoon even, maar hier verstaan ze het echt als, ja, you know what I mean, brother. Lijken! Trek de plopvis! Nee, hij deed niet! Nee! Hij deed niet! Hij deed niet! Yo boys, ik was dus met Squidward net, maar wou ook niet hebben, dus ja. We gaan nu de Simpson ride in en die blijkt wel leuk te zijn, maar ik weet het ook niet, maar hij ziet de kinderen achteruit, maar hopelijk dat hij leuk is. Boys, hier gaan we in en let's go man. Simpson. Boys, we zijn echt in een Simpson dorpje aangekomen, want kijk dit even. Dit is net zoals uit de film gewoon, ook zo'n mond waar je in gaat. Kerstmis is echt mijn lievelingsfeest van het jaar, holy shit, zo gezellig. Nou, dit is schattig. Kijk dan, een hele draaimolentje hier. Een draaimolen.